Okay. Voelt ze zich een beetje thuis al? Ja, ik denk het wel. Hè. Het is, ja, het dier is hier een paar dagen nu, hè, maar het is natuurlijk een ideale habitat, hè, voor zo'n dier. Hè. Zijn we nu in een dierentuin beland, een wetenschappelijk laboratorium of een kippenboerderij? U mag het van de kunstenaar zelf helemaal invullen. Het museum is omgevormd tot één groot ecosysteem. Met de mest van de dromedaris worden paddenstoelen gekweekt. En die worden weer opgegeten door de kippen, die overal in het museum rondtippelen. We gaan eigenlijk de jungle in, hè, want de oorspronkelijke kip komt van de jungle. En we hebben het oorspronkelijke jungle ras hier zitten. Dus mensen gaan door een oerwoud lopen, op zoek gaan naar de kip en daar zit ze. Hè, voilà. De Red Jungle Fowl is de oerkip, de kip waar dat alle andere kippen vandaan komen. En dit is een echte biotoop voor hun. Koen van Mechelen kruist al 25 jaar kippen van over de hele wereld. Het resultaat? Zijn eigen kosmopolitische wereldkip. Die is veel vruchtbaarder en minder gevoelig voor ziektes dan onze bekende plofkip. Maar eigenlijk gaat Koens kipproject natuurlijk over heel wat anders. Als je praat over bio- en culturele diversiteit, praat je over multiculturalisme, over globalisatie, maar ook over klonen, genetische manipulaties. Het zijn eigenlijk grote debatten. De kip is maar een aanleiding daarvoor. De kippen van Koen blijken heel sterk te zijn, een sterke immuniteit te hebben. En we willen nagaan of die kippen een actief gen bevatten, zodat we dat kunnen gaan inkruisen in de commerciële kippenrassen. Voelen ze zich een beetje thuis? Goh, ik ben er eigenlijk zeker van. Eerst en vooral, ik denk dat ze in paleizen leven. Als je in een museum mag komen, dat is de grootste eer wat je aan een kip kunt geven. En natuurlijk, ze voelen zich op hun gemak als ze eieren leggen. En ze zijn vandaag alweer begonnen. Dus ik denk dat dit wel een teken is dat ze zich helemaal thuis voelen.